Dan een enorme eer dat ik genomineerd ben voor de jonge bestuurders. Dat betekent dat ik nog altijd jong ben in het bestuurlijk Nederland. Ja. Ja, dan ben je genomineerd als beste jonge bestuurder. Ja. Wat vind je ervan? Ja, ontzettend gaaf natuurlijk. Het is wel een soort erkenning voor je inzet als wethouder in de stad. Ja. Kun je je maart 2013 nog herinneren? Ja, zeker. Het was natuurlijk voor mij wel een heel bijzonder moment. Ik werd onverwachts wethouder. Ja. En ook nog heel jong. Ik was toen nog 29, geloof ik. En de jongste wethouder ooit in Eindhoven. Ja, inderdaad. De jongste wethouder ooit. En je begint ergens aan. Je hebt ambities en je wil de mouw opstroppen. En dat gevoel, dat vond ik wel echt heel gaaf in die tijd. Wat er gebeurd is, is gebeurd. Ik kom wat dat betreft fris en fruitig binnen. In die zin dat ik een buitenstaander ben die soms de domme vraag gaat stellen, waardoor je de ambtenaren scherper gaat stellen, maar soms ook gewoon een oprechte verontwaardiging kan uitspreken. Ja, zeker. En dat heb ik ook echt gedaan. Ik heb heel veel domme vragen gesteld, maar dat heeft me ook wel ontzettend vooruit geholpen. En ik merk wel, ik heb de afgelopen jaren vooral ook de kracht van de kwetsbaarheid gebruikt. Dus ik heb me nooit groter voor gedaan dan dat ik was. En dan merk je ook dat mensen daardoor ook bereid zijn om net iets meer te vertellen, om je net iets meer te helpen. De koning bezoekt de wijk op uitnodiging van wethouder Yassin Toronoglu. Hij wil hem graag laten zien wat het project Benneco United inhoudt. Het leukste wat er is van het wethouderschap is de mensen in de stad opzoeken. En als ik met vrienden zit en ik mag vertellen over mijn vak, dan zeg ik dat ik elke dag wel een soort man bij het hond momentje heb. Dat je bij iemand aanbelt of met iemand in gesprek bent die eigenlijk op het eerste ook heel een doorsnee leven leidt, maar altijd hebben ze wel iets heel bijzonders wat ze te delen hebben. En dat inspireert en dat geeft me heel veel energie om, om het wethouderschap uit te voeren. Waarom doe je zoveel met social media? Nou, toen ik ooit de politiek inkwam, stond ik eigenlijk heel ver weg van de politiek. Dus ik wist eigenlijk niet waar ik aan begon. En ik heb toen mezelf voorgenomen om zoveel mogelijk van alles wat ik meemaak en alles wat ik leer zoveel mogelijk te delen. Ja, want je bent heel open. We zien een foto van het voetje van je babytje. Ja. We zien een trouwfoto, heb ik teruggevonden. Oh ja. Even geleden. Waarom doe je dat dan? Toch om jezelf te laten zien dat je echt ook mens bent, zou ik maar zeggen, niet alleen maar besturen. Ja, nee, ik vind het belangrijk dat die menselijke kant naar voren komt. Omdat dat ook wel, ik ben wethouder en ik hou echt van mijn stad en ik wil me heel erg inzetten voor die stad. En daar zit ook mijn persoonlijke kant bij. En die vind ik ook wel belangrijk om dat te delen. Ja, ik heb hier de nominatie voor jou erbij. En hier staat dat jij heel betrokken bent, hè? En veel persoonlijk contact met Eindhovenaren. Ja, ik vind het leukste wat er is van het wethouderschap is de mensen in de stad opzoeken. Zij is mijn oude lerares van de middelbare school. Hey, goedendag. Gefeliciteerd met je nominatie. Dankjewel, hartstikke leuk. Ja. Zijn passie voor de medemens en deze stad maakt dat ik vind dat hij deze nominatie echt verdiend heeft. Hij heeft de eerste suikerfeest opgezet op school. Dus ambitieus was hij toen al. Maar prima. Absoluut, heel dicht bij de mensen. En hij is heel benaderbaar. Ik heb hem zijn telefoonnummer gekregen en ik mag hem bellen wanneer ik wil. Het belangrijkste wapenfeit vind ik eigenlijk de woondeal die hij de afgelopen tijd gesloten heeft met het Rijk, de gemeentes in deze omgeving en de woningcorporaties in deze omgeving. En dat gaat ons denk ik heel veel brengen. Niet alleen in woningen, maar vooral ook in euro's. Waar ben je nou het meest trots op? Afgelopen jaar natuurlijk op de komst van mijn prinsesje, mijn dochter. Maar als wethouder ben ik wel echt heel trots op die woondeal. Want daarmee hebben we de stad echt op de kaart gezet in Den Haag. En daar werd ook wel eens een keer tijd dat ze zouden zien wat wij hier allemaal voor hele vette dingen doen in een economisch florerende stad.